In het Duitse Winterberg moet het Nederlandse bobsleeteam zich bewijzen bij de World Cup wedstrijd. Broer van der Zijde is remmer bij zowel de tweemansbob als de viermansbob. Maar door de winterse omstandigheden en een ongunstige loting verlopen de runs niet zoals gehoopt, ondanks de aanmoediging van de fans. Wij zijn heel gefocust op dat we hard gaan starten. En het was heel gaaf, alle mensen langs de kant van de baan die ons aanmoedigen. Dat geeft zoveel motivatie en zo ontzettend veel adrenaline. Dat je het heel graag heel goed wil doen. Nou, de start voelde eigenlijk goed onderweg. Ik had echt gevoeld, het is een goede start. En we zitten in de slee, dan kom je weer beneden. En dan hoor je dat het zo langzaam was. Ja, dat is even een bittere pil om te slikken. Uiteindelijk eindigt Nederland met de tweemansbob als 26e. En met de viermansbob als 25e. Forget the whole race, it's a joke. Alleen een klassering bij de eerste 12 bij een World Cup betekent plaatsing voor de Spelen. Dat lijkt vooralsnog ver weg. We hebben nu nog 3 World Cups om, ik weet niet hoeveel plekken inmiddels te moeten stijgen. Dus ja, dat wordt een zware kluif. Maar we blijven doorgaan en we blijven het proberen. En wordt het geen Spelen, dan proberen we nog een dag succes eruit uit te halen. Dat sowieso.